Afgelopen donderdag kwam Burnout The Ultimate Box uit en dat vonden wij een goede reden om in de flashback eens even een kijkje te gaan nemen naar de allereerste Burnout. Burnout kwam begin 2001 uit op de PlayStation 2 en kreeg al meteen de nodige aandacht van de pers omdat de crashes zo enorm vet in beeld kwamen. De nadruk lag wat meer op het arcade racen, maar in tegenstelling tot de delen van een Burnout die we vandaag de dag gewend zijn, lag de nadruk nog niet op het botsen. Het was namelijk de bedoeling om juist alle auto's te ontwijken. Tegenwoordig word je in de Burnout delen ook helemaal doodgegooid met Turbo Boost en ook in de eerste Burnout was dat even wat anders, want het duurde enorm lang voordat je je balkje vol kreeg. Had je je balkje dan uiteindelijk wel vol, dan kun je Turbo Boost gebruiken. Maar bots je daarbij tegen een andere auto, dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Want er ging een enorme slok van je balk af. Oh, when you come crash. Into me, and I come into Wel een beetje jammer is aan de eerste Burnout, is dat er eigenlijk bar weinig auto's en racetracks in de game zitten. Met een autootje of 9 heb je het wel zo'n beetje gehad, afgezien van het feit dat je auto een andere kleur kan geven. En de racetracks, dat zullen er hooguit 15 of 16 zijn geweest. Ook het aanbod aan game modi was nogal schaars. Je moest het doen met je standaard championships, single races, time trialtje hier en daar. En misschien het enige noemenswaardige is een survival mode waarin je zo lang mogelijk rechtdoor moet rijden zonder ergens tegenaan te botsen. Het zou echter nog duren tot Burnout 3 Takedown voordat de serie echt goed ging lopen en heel veel fans zou krijgen.